Nou, ik wil wel sorteren op iets uit de maat. Oh, kijk nou. Ik denk dat de jong dus jou aan het zoeken is om je ook te verrassen. Ja, ik denk wel dat hij voor jou is, want ik denk niet dat de jong 13 is geworden. Eigenlijk heb ik geen zin om op de jong te wachten. Ik heb eigenlijk best wel veel zin in taart. Nee, hebben jullie nou gewoon die taart gepakt? Eerst zijn ze dus jarig vandaag, dus we wisten eigenlijk al dat je voor haar was. Ja, maar het was maar één stukje. Die taart is helemaal niet voor jullie. Doodzonde dat deze mooie dag verpest moet worden omdat jij toevallig ook jarig bent. Ja, van wie is die taart? Het gaat jou helemaal niks aan wie er jarig is vandaag. Dus we hoeven ook geen pizza meer te eten. Alsof je als je ouder bent geen cadeaus meer hoeft. Heb je een leuke verjaardag gehad op school? Ja hoor. Nou, behalve dat die jongen het stom vond dat ik jarig was. Zei ze dat? Ik en Haley hadden een taart gevonden dat die voor mij was en hebben ook een stukje gegeten. Ze zei dat ik een mooie dag verpestte door jarig te zijn. Hoe haal je het in je hoofd om van iemands taart een stuk te eten? Maar ik was gewoon nog steeds zo boos op mevrouw de Jong dat ze mijn verjaardag verpest had. Met mevrouw de Jong door haar nieuwe taart te brengen. Morgen ga je haar een nieuwe taart brengen. Moet ik dan naar haar huis?